Hallo? Hallo, hallo, hallo? Heb ik al mensen hier? Heb ik al mensen hier? Yay! Frits, lekker bezig. Simone, ja, ja. Becky, oké, as promised. Goedemorgen. Volgens mij weten heel veel. Anouk, lekker, ja, ja. Volgens mij weten heel veel mensen waar we zijn. We zijn namelijk hier. Goedemorgen Tam, goedemorgen Joris Thijs. Ah, mijn vaste crew is er, wat heerlijk dit. Oké, dan, moeders, welkom. Frits, is het koud? Ik moet blijven bewegen, want het is hier nog fris. Maar ik heb hier vette zin in. Want ik voel me helemaal thuis hier. Dit is mijn setup buiten. Ik wil hier gewoon aan de slag. Let's go jongens. Het is in spiegelbeeld, dat is dan wel weer jammer, maar volgens mij ken je deze plek dikke prima. Als je deze plek nog niet kent, you are missing out in life, dan hoop ik je snel te mogen verwelkomen in de Changing Life Hub. Het is buiten, het is geen park, maar het wordt vet mooi weer. Ik zie daar de zon al, maar de zon komt in mijn rug op, dus ja, daar heb ik eigenlijk nu nog niet zoveel aan. Maar maakt helemaal niet uit, want we gaan gewoon lekker trainen, hoor. Ik pak even mijn trainingsschema erbij, hoor, want het is allemaal een klein beetje anders hier. Ja, de LZBO. Dit is de LZBO. ik vind het tijd om te gaan starten. Er stromen nog wat mensen binnen. Ik ben al in een goede vibe zoals je ziet, want ik ben helemaal enthousiast hierover. Ik vind, we gaan starten. Even kijken. En hoe gaan we dat doen? Met uiteraard gewoon een warming-up. Is hij goed? Als de muziek te hard is, moet je het zeggen hoor. Of als hij heel intens is, moet je het gewoon zeggen. We gaan starten met de warming-up. En we gaan starten met een heel klein, ja, heel simpel oldschool jumping jacks. Het is niet zo lastig. Wat je doet is je gaat alleen maar op en neer. En je hebt twee soorten mensen. De een gaat op en de ander gaat daar. Dat is heel raar. Dus, wij doen dit 30 seconden. Doe met mij mee. In 3, 2, 1. Let's go. Ik wil een beetje warm worden, jongens. Ik ga aan de kant zodat je kan zien waar ik ben. Oké. Klein beetje. Je hoeft niet helemaal uit de put te raken nu. Dat is helemaal niet de opzet van het geheel. Gewoon lekker bewegen. Oké, dan. Dit gaat goed. Yeah. Ga door. En door. Zijn er bijna. 3, 2, 1. That's it. Awesome. Dan gaan we verder met een quadrup. Oké, goed. Zo beter? Oké, laat even weten. Ik weet, dit is heel lastig nu. Wacht, misschien moet ik die. Zo? Even duimpjes omhoog, hoor je me beter zo? Ik wacht even tot ik doorga hoor, beter, ja. Patricia zegt het is goed. Oké, dit is top. Oké, thanks, goed voor de feedback, thanks. Hey, we gaan verder met een quadrup. Hoe gaat die in zijn werking? Dit is wel wat harde schreeuw inderdaad voor mij, maar dat maakt niet uit. Je gaat op je handen en voeten. Je gaat op je nek en vaart. Hier ga je tussendoor en open. En open. Oké, dus hand in je nek, ja. Tussendoor en open. Dat doen we per kant 8 keer. That's it. 8 keer, oké? Doe met me mee. 3, 2, 1. Oké. 1. 2. 3. 4, 5, 6, nog 2, 7, 8. Oké, wissel van kant. We gaan 8 aan de andere kant doen. Let's go. 1. Ja. 2. 3, 4, 5, 6, laatste 2,
7. 8. Oké dan. Dan gaan we door met de laatste. Matthijs, goedemorgen. Ingehalen, ik weet het. Ik ken je langer dan vandaag nu. Oké, we gaan door met een bird dog. Dat doen we 6 per kant. Dat ziet er als volgt uit. Weer op handen en voeten. Je gaat uit met je ene, met je linkerbeen, met de rechterarm uit. Je gaat terug en je wisselt van kant. Ja, dus je wisselt elke keer om en om. 6 per kant. 3, 2, 1, let's go. 1. Heel goed. 2. Prima. 3. Yes, kom op. 4. En door. 5. Yes. 6. 7. Ja, kom op. 8. Nog 4. Let's go. Om en om blijven. 9, 10, 11, laatste, 12. Awesome. Oké, dan gaan we nu echt aan de slag. En dit doen we in een combinatie tussen een squat, een goblet squat en een push-up. Maar in plaats van een push-up mag je van mij ook een floor press doen. Ga ik je straks uitleggen, wat heb je nodig? Je kan gebruiken dumbbells, je kan gebruiken een kettlebell en je kan gebruiken resistance bands. Of natuurlijk gewoon altijd een zware rugzak, want ook dat werkt gewoon. Die squat die doen we best wel veel, dat is 12 tot 15. Een goblet squat doe je normaliter met een kettlebell. Maar pak het gewicht wat jij hebt voor je borst, squat, stance. Ja, dus een beetje op die schouderbreedte, tenen naar buiten. Been naar buiten, vanuit hier, zak je omlaag en kom je op. Controle naar beneden en op. En ten alle tijde zijn je hielen op de grond. Als je hielen van de grond gaan, dan zak je minder diep. Ik wil ze op de grond. 12 tot 15. Dit kan dus ook met een dumbbell. Kan ook. Of een resistance band. Ja, die kan je dan om je nek heen doen. Ga je erin staan. Het is niet heel prettig, maar je kan hem zo vasthouden. En dan vervolgens squat je. Heb je geen materiaal, doe je air squats met me mee. Of pak je dus die tas met boeken. 12 tot 15. 3 sets in totaal. Afgewisseld met push-ups. Oké, let's go. 3, 2, 1. Come on. Op 1. Keurig. Let's go. Op 2. En door. Yes. 3. Prima. Op 4. Hou mijn tempo bij. 5. Heel goed. 6. Come on. 7. Let's go. 8. 9. Ja. Kom op. 10. Zijn er bijna. 11. Heel goed. 12. Nog 3 als dat erin zit. 1. Yes. 2. Laatste. 3. Keurig. Oké dan. En weet, je kan ook het uit combineren. Hè? Heb je een kettlebell en een resistance band? Maak het zwaarder en doe ze allebei tegelijkertijd. Dat kan gewoon. Oké, push-up. Ik ga je variaties geven. Elevated push-up. Beginniveau. Push-up op de grond. Gewoon niveau. Om het even zo te zeggen, basis. Verder gevorderd niveau. Incline. Dat zijn je opties. Kan ook met een resistance band. Maar heb je geen zin in push-ups of vind je die moeilijk en heb je materiaal zoals dumbbells, dan ga je een floor press doen. Pak de dumbbells erbij. Op de grond. Vanuit deze positie. Boven je borst naar elkaar toe. Controle naar beneden. Arm volledig op de grond. En weer op. Anders doe je
De push-up. Ja. En die kan je dus ook elevated of in een incline doen. Zijn we er nog bij? Dit is 8 tot 12 herhalingen. Dus hij is, ja, pittig eigenlijk. Ik ga starten met incline. Ik weet niet of ik mezelf te veel uitdaag dan. Maar doe wat werkt voor jou hierin. Ook deze is 3 seconds, 8 tot 12 herhalingen. Ready? 3, 2, 1, come on. 1, 2, 3, 4, 5, hou mijn tempo bij. 6, 7, 8, nog 4 als dat kan. 9, 10, laatste 2. 11, laatste. 12. Oh my god. Oké. Oké. Lekker bezig. Oh, dit vraagt altijd zoveel van je core ook, die push-up. Oh my god. Maar we weten wat er komen gaat. Heel kort even een slok water. En dan gaan we door weer met die squats, hè. Als je tussendoor vragen hebt, laat even weten. Dan spiek ik tussendoor even. Goblet squat. Ik pak een iets zwaardere dumbbell. Kijken of ik wat meer uitgedaagd word. Herhalingen blijven op die 12 tot 15, hè. Oké. Breed gaan staan. Voeten altijd helemaal op de grond. En dan starten we in 3, 2, 1. Let's go. Come on. 1. Yes. 2. Hou mij bij. 3. Heel goed. Op 4. Let's go. 5. Yes. 6. 7. Zet op. Kom op. 8. 9. Come on. 10. 11, zijn er bijna. 12 en nog 3 als dat kan. Kom op. 13. 14, laatste. 15. Oké, dan. Heel snel gespiek hoor. Oké, met gewicht en resistance band. Let op. Resistance band om je nek. Je gaat in die resistance band staan. Gewicht erbij. Hetzelfde effect. Ja? Moet even kijken dat ding knalt. Woe. Vraag daarna. Zwaardere dumbbells, I wish. Ja, yeah, I know. Ja, dat... Misschien kan je dus daarin dan weer en een rugtas met gewicht en een dumbbell vastpakken. Maar tijd voor die push-ups, want we zijn te lang aan het praten. We gaan door. Naar set 2 van die push-ups. 8 tot 12. Elevated push-up, gewone push-up, incline of die floor press. Let's go. Oh, zeg je dat? 3, 2, 1, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kom op. 7, 8, 9, zet door. 10, 11, laatste. 12, Ik ging bijna op mijn bakken staan, joh. Zag je dat? Ik dacht dat ik met mijn voet op het ding stond. Oké. Slok water. Oh, droog bakkes. En dan gaan we daarna weer door. Oei. Oké. Ik denk dat ik straks die trui doe, joh. Zo warm krijg ik het ervan. Ready? Laatste set goblet squat. 12 tot 15. Gaan we doen dan. Dan zal ik hem ook maar dubbel gaan doen, hè.
Ik heb natuurlijk een hele hub achter me, dus ik kan zware gewichten pakken. Maar dat gaan we niet doen. Nee, nee. Hup is dicht. Helaas. Oké dan. Ready? Goed in mijn nek hoor. Oké dan. 3, 2, 1. Laatste set. Kom op. Op 1. Yes. 2. Set door. 3. Yeah. Kom op. 4. Hou mijn tempo bij je. 5. Knieën naar buiten. 6. En hou ze naar buiten. Op 7. Come on. 8. Heel goed. 9. En door. Zijn er bijna. 10. 11. Ja. 12. Kom op. Laatste 3. 1. 2. Laatste. 3. Oké, gewicht daar. Ah. Oké dan. Oh, die push-ups. Goed nieuws, dit is de laatste set van deze oefeningen. Daarna ga ik denk ik echt het shirt uit doen. God. Hebben jullie het ook zo warm? Laatste set, hè? Misschien durf je jezelf uit te dagen, stap je verder in je push-ups. Of gewoon die floor press, hè? Ook dat mag. Absoluut. Even klaarmaken, hoor. Oké, dan gaan we. Even goed die voeten erop. Ja. 3, 2, 1. Come on. 1. 2, zet door. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laatste 4. 1. 2. 3. Laatste. 4. Oh my god. Grotere water break. Dit waren die 3 setjes. Dankjewel. Je kan natuurlijk in het spiegelbeeld lezen wat hier staat. Oh my god. Oké dan. Voor de volgende oefening kan je gebruiken een handdoekje. Eigenlijk een theedoek. Theedoek is handiger. Een swissbal, die ga je gebruiken. En als je geen materiaal hebt, dan ga ik je een alternatief geven. Want we gaan hamstring curls maken. Dat doe ik op een swissbal. Precies dezelfde beweging kan je doen met een handdoekje. Maar ja, dat is een beetje lastig hier op een parkeerplaats. Of heel slides als je geen materiaal hebt. En die ga ik straks ook even uitleggen. Wat gaan we doen? Als je PVP doet, grote kans dat je deze al een keer hebt gehad. Grote kans dat je hem ook niet zo leuk vindt. Hij is zwaar. Oké. Voeten erop. Driehoek van jezelf. Heup op. Bal naar je toe, heup hoog houden, controle terug, heup hoog houden, naar je toe, controle terug. Ja, yeah. Kortom, die heup, een tumble, wat? Die heup wil je omhoog houden, ook als je het met een handdoekje doet. Heb je geen materiaal, ga je heel slides doen, let op. Op, hielen in de grond. Stap voor stap. Uit. Hou hoog. Stap voor stap. Weer terug. Ja. Het is vet warm nu ineens. Wacht even hoor. Oh, yo. Oké dan. Het is 8 tot 12 herhalingen, oké? 8 tot 12, 8 tot 12. Ready? Oké. 8 tot 12 herhalingen. Hamstring curls. Handdoek slide curls. Heel slides. Whatever you have. Oh, even daarheen. 3,
2, 1, let's go. Naar je toe, hou je heup hoog. Van je af, 1. Hou je heup hoog. Come on. 2, let's go. Op. Ja. 3. Keur, come on. 4, hou mijn tempo bij. Snel naar je toe. 5, en blijf stappen als je geen materiaal hebt, hè. 6, kom op. Ja. Oh, burn. 7. Waarom zeg ik 8 of 12? Kom op. 8, nog 4 als dat erin zit. Naar je toe. 1. Laatste 3. 2. Nog 2. 3, laatste. 4. Magisch. Oké dan. Dit is echt zo'n burner. Als je dus die steps doet, die heel steps, ja. Gewoon lekker blijven steppen totdat ik klaar ben. Dan ben jij ook klaar. We gaan hem combineren. We gaan hem combineren met een front raise. Daar kan je je voor gebruiken. Eventueel kettlebells, als je lichte kettlebells hebt. Dumbbells of een resistance band. En anders heb je twee zware tassen die even zwaar zijn, oké? Je pakt de dumbbells of het andere materiaal wat je hebt. Je gaat een beetje in een stevige positie staan. Vervolgens ga je naar voren bewegen tot die schouderhoogte. En weer terug. Ja, je zorgt dat je goed je koorspanning houdt. Zodat je niet gaat leunen rechtop. Met een resistance band ga je in die. Ja, dat is niet heel raar dat je kramp krijgt. Het is even wennen. Met de resistance band, daar ga je in staan. Vanuit daar dezelfde beweging op en controle terug. Op en controle terug. Ik doe hem zelf met een resistance band, want ik heb 6 kilo dumbbells. Dat is echt way too heavy. Ook deze, lekker makkelijk, is 8 tot 12, oké? Niet zo lastig. Oké, doe met mij mee. Ga klaarstaan met het materiaal wat je hebt. Kettlebell, dumbbell, tassen of een resistance band. En dan starten we in 3, 2, 1. Come on. 1. Front raise, hè? Dus niet naar de buitenkant, echt naar voren. 2. Come on. Yes. 3. Hou vol. Op 4. En mijn tempo bijhouden. 5. Omhoog mag snel. Controle terug. 6. Ja, come on. 7. Zet door, hè. 8. Nog 4 als het erin zit. 9. 10. Nog 2, nog 2. Kom op. 11. Laatste. 12. Yes. Oké, als je die resistance band hebt, dan kan je hem natuurlijk ook dubbel doen om hem zwaarder te maken. Of gewoon wat breder staan om wat meer spanning erop te krijgen. Een combinatie tussen een resistance band en dumbbells, het zou kunnen, maar het is iets wat ongemakkelijk. Dus ik zou het niet heel enthousiast over worden. Oké, deze even aan de kant. Daar. Oké, dan gaan we door. Met die hamstring curls. Ik neem even snel een slok water. Dus, je gebruikt je handdoek. Je gebruikt je swissball. Of je maakt stappen. Totdat wij klaar zijn. Dus gewoon heen en weer blijven stappen. Hoe ver jij kan. Totdat wij die 8 tot 12 hebben gemaakt met het materiaal. You ready? En als het nog niet lukt, je heup hoog te houden. Ietsje lager mag ook. Dit is allemaal een begin. 3, 2, 1, let's go. En meteen die heup hoog. Kijk maar hoe ver en hoe lang het lukt. 2. 3. Yes. 4. Kom op. 5. Zet door. 6.
7. Oh, nu begint het hoor. Kom op. 8, nog 4. Op de rakte. Let's go. 1. Oh. Kom op. 2. Laatste 2. 3. Laatste. 4. En ook terugtelt nog. Oh. Yo. Deze blijft zo zwaar altijd. Als je zegt, als je ooit deze oefening hebt gedaan en je zegt, oh, ik voel niks, vind het goed of vind dat veel te licht, dan ga je, doe je niet goed hoor. Ik zie mezelf wel een beetje als gevorderde trainer. Nou, Oké. Front races, hè? Zeker. Oh my god. Nou. Soepel. Oké, alles nog aan die kant, helemaal goed. Als je vragen hebt tussendoor, laat het weer even weten. Ik help je graag. Oké, 8 tot 12. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1. Kom op. 1. Yes. 2. Come on. 3. Heel goed. 4. Hou mij bij. 5. Yes. 6. Come on. 7. 8. Let's go. 9. En door. Kom op. 10. Laatste 2. 1. Laatste. 2. Oei. Nice. Oké, iets langer de break. Ik zie heel langzaam ook het zonnetje aan de andere kant wat dichterbij komen. Maar dat gaat hier natuurlijk nooit redden voor 9 uur. Jammer dan. Ik krijg nu een heel klein beetje koud. Oké. Zijn we klaar voor die laatste hamstring curls? Kunnen we het nog aan? Ja, moet wel, hè? Moet wel. Oké. Okay. We got it. We doen het met z'n allen, hè? Met z'n allen, kom op. Laatste set hamstring curls. Het zijn maar 3 sets. Oké. Okay. Op met die heupen. 3, 2, 1. Let's go. 1. Oei. Ja. Yeah. 2. Come on. 3. Heel goed. 4. 5. Zet door. 6. 7. 8. Ja. Handvol. Nog 10. 1. 2. Kom op. Laatste 2. 3. Laatste. 4. En ook terug. Oh. Yes, deze is geweest. Dat is even heel chill, zeg. Oké. Oké, ik krijg duimpjes binnen. Ik zie zweetdruppeltjes. Oké. Dat is goed. Laatste front races. Zijn we daar klaar voor? We hebben uiteraard nog genoeg te doen hoor. Don't you worry. Maar we gaan wel naar die laatste front races. Acht tot twaalf. Oh joh. Verdorie, gezellige sport aan de andere kant van het scherm. Wat leuk. Er is hier genoeg ruimte, hè? Volgende week mag ik gewoon met me meedoen hier. Ik vind het gezellig. Ready? 3, 2, 1. Let's go. Laatste set. 1. Oké. 2. Kom op. 3. Yes. 4.
Oké dan. 5. Hou vast, hou vast. Kom. 6. 8 tot 12. You've got it. 7. In ieder geval nog 1. 8. Oké, laatste 4 als dat erin zit. 9. Kom op. 10. 11. Laatste, laatste. Kom op. 12. That's it. Oké. Ja, ja. Even aan de kant. Ik ga iets zijwaarts voeden, vandaar dat ik even een en ander verschuif. Oké. Wij gaan verder met de volgende 2 oefeningen. Raf, het zonnetje is hier ook al, alleen aan de andere kant van het parkeerterrein, zeg maar. Dit schiet niet echt heel erg op. Komt vanzelf. We gaan verder met de volgende 2 oefeningen. Dat zijn tricep dips en een sideleg abduction. Voor die dips heb je een bankje nodig of een verhoging. Voor die sideleg abduction kan je een miniband pakken en zonder miniband is hij ook vet effectief. Dus don't you worry. We beginnen met die dips. Hoe doe je dat? Ik ga me een heel klein beetje schuiven hoor. Hallo. Een braandip. We gaan met je handen op het bankje. Je zet je voeten voor neer. Vervolgens ga je door je triceps zakken en kom je op. Door je triceps zakken, armen zakken, hoe wil je het noemen. Yes, en op. Kijk maar hoe ver je komt. Als dit het enige beweging is, doe je dat prima. Horen jullie dit ook? Dit is echt vervelend. Maar oké, volgens mij is het echt om de hoek ook. Die dips, ja? 8 tot 12 herhalingen. Die sideleg abduction doen straks 12 tot 15. 8 tot 12. Lekker, Bram. Oké, let's go. 3, 2, 1, kom op. 1. 2. Oké. 3. 4. Zet door. 5. 6. Kom op. 7. 8. Nog 4. 9. 10, laatste 2. 11, laatste. 12. Oh my god. Training on fire, ja. I like the way you think. Die dips, je ziet het. Ik zit met een lichte boog in mijn knieën. Of een buiging in mijn knieën. Dan maak ik het iets makkelijker voor mezelf. Ja? Gestrekte draag die iets meer, dus heel licht door mijn knieën ga ik. Sideleg abduction met een miniband of zonder een miniband. 12 tot 15 per kant. Het is veel, ik weet het. Ik weet niet zo goed wat je allemaal ziet om je enkels. Als je geen miniband hebt, dan doe je dezelfde beweging. Alleen maak je hem groter. Want je kan iets verder, want die miniband houdt mij tegen. Ja? Let op. Het is heel simpel. Op en controle terug. Hij blijft op spanning. Dus niet helemaal terug, hij blijft op spanning. Op en controle terug. En je mag gewoon liggen, hè. Op. 12 tot 15. Dat is mokerveel. Maar wij kunnen dit. Oké. 3, 2, 1. Let's go. 1. En 2. Come on. 3. Heel goed. 4. Ja. 5. Let's go. 6. En door, kom op. 7. Ja. 8. Come on. 9. Zit erin, hè? 10. Let's go. 11. 12. Kijk of er nog 3 in zitten. 1. 2. Laatste. 3. Oké, wissel van kant. Ik ga een beetje met mijn hoofd uit beeld, maar dan zie je in ieder geval wat ik doe. Ja?
3, 2, 1, let's go. 1. Yes. 2. Oh, dat voel je meteen al, zeg. 3. Oké. 4. Zet door. 5. Ja. 6. Kom op. 7. Door. 8. 9. 10. Even veel herhaling aan deze kant. 11. Oh my god. 12. Nog 3. 1. 2. Laatste. 3. Oh, dit is zo zwaar. Ik ben blij dat ik met mijn gezicht ben bij de tweede ronde. Ik zit alleen maar zo. Dat je dat niet ziet. Man. Lekker Tam. Hi Tam. Hi. Oké, hey, we gaan weer verder met die dips. 8 tot 12 blijf daar staan. Niet te veel in je schouders gaan hangen. Dus als je voelt dat je je schouders gaat voelen, ietsje minder ver doorzakken. Maak dan de beweging maar wat kleiner, oké? 8 tot 12. Ready? Ja, maar even voor de booty. Nou, Becky, speciaal voor jou, alsjeblieft. Hè? Get ready with me. 3, 2, 1. Zak hem maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kom op. 7, hou maar bij. 8, 9. Zijn dat je hem in je schouder voelt doordat je een beetje daar zit. Probeer die armen echt dicht bij je te houden. Je push hier en niet daar. Ja? Triceps. Lekker dicht langs je lichaam. Nou, dan gaan we weer, Becky. Speciaal voor jou. Booty work. Oké, we houden het tempo hoog. Hè? Let's go. Wie komt er een keer in de hup trainen als we weer open zijn? Ik. Gaan we met z'n allen hier. Oké. 3, 2, 1. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kom op. 7. 8. 9, kom op. 10, zijn er bijna. 11, 12, nog 3. 1, 2, laatste. 3. Oh. Oké, andere kant. Ik weet dat deze wissel vrij snel is, maar dat mag. Onderschat niet hoeveel dat been doet wat gewoon op de grond ligt, hè? Je voelt het vanzelf als je nu wisselt van kant. Ready? 3, 2, 1. Kom op. 1, 2, 3. Yes. 4, 5. Let's go. 6, 7. 8, kom op. 9, 10, zijn er bijna. 11, 12, laatste 3 als dat kan. 1, 2, laatste 3. Oh. Oh my god. Heftig. Oeh. Je voelt die burn zo snel aan die andere kant altijd hier. Aan de ene kant heel chill, aan de andere kant denk ik, au. Laatste paar dips. Zijn we er.
Wow, ik voel het. Wow. Oké dan, ik hoop dat ik niet de enige ben die hier helemaal kapot gaat. Alles nog goed aan de andere kant? Alles nog goed? Oké. Cindy gaat lekker. Nu moet ik een beetje lachen. Lotte gaat goed. Ik zie wat fire van Becky. Nelis, ja. Oké. Laatste set dips, oké? Ja, we gaan hier goed. Lekker. Oké, dit is top, dit is top. Hou die energie hoog, hè. Hou die energie hoog. Laatste set dips. Deze is voor jullie. Oké, dan. Doe met me mee, hè. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4. Kom op. 5, 6, 7, ja. 8, kom op, laatste 4. 1, 2, woe. 3, laatste. 4, oh ja. Oké, Tamara zie ik goed gaan, Roos zie ik goed gaan, mijn moeder zie ik goed gaan. Ja toch, Kim, Patricia, Raf. Yes, Tineke. Oké. Dan hebben wij sowieso nog voldoende energie voor die laatste. Met de band. Maar trust me, er komt meer. Zijn we klaar? Ik gebruik trouwens een medium bandje. Just so you know. Ik vind dat wel helemaal dik voldoende. We gaan door. Ja? Klaar? 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kom op. 12, 13, 14, 15. Oh, dat betekent nog maar één kant. Yes! Oh, wissel. Oké. Ja? 3, 2, 1, laatste set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hou vol. 9, kom op. 10, laatste 5, kom op. 1. 2, 3, 4, laatste, 5. Waarom nou? Ik zag dus net 2 mensen lekker rennen. Ik denk, die zijn ook sportief bezig. 5 minuten later zie ik ze terugkomen lopen van de Jumbo die hiernaast zit. Net sportief jongens, lekker bezig. Was echt top. Ik dacht, ik ben niet de enige. Oké dan. Voor de volgende set heb je niet zo heel veel nodig. Of in ieder geval voor de eerste oefening heb je niets nodig. Namelijk alleen een matje. Dit kennen we allemaal. Dat is planken, want we gaan natuurlijk ook nog even wat core work doen. En de combinatie met een kettlebell swing. Ja, als je geen kettlebell hebt, dan wil ik dat je gewoon de hip hinge beweging gaat maken. Kettlebell swing. Je pakt de kettlebell. Oké, ja, Tibi, ik wist het, hè? Ja, ik had een belofte gelegd. Ik had een belofte gemaakt. Oké, kettlebell is als deze kettlebell swing. Naar achter, op. En doordat ik telkens wat explosiever ga bewegen, komt die kettlebell vanzelf omhoog. Maar ik doe het dus niet met mijn armen, oké? Mijn heup doet het werk. Maar die komt zo.
Die komt zo, die komt zo. Komt zie, komt ze. We gaan eerst planken. 1 minuut planken. 12 kettlebell swings. 1 minuut planken. 12 kettlebell swings. En daarna komt nog de echte finisher. Lekker hoor. We've got this, oké? Oké. Het is een gewone plank. Geen side plank, maar een gewone plank, oké? Mag op je handen, mag op je onderarmen. Ik doe hem op mijn onderarmen. Mag ook nog, als je het prettig vindt, verhoogd, ja? Oké. Oké. Even lang, hè? Onderschat dit niet, hè? 3, 2, 1. 1 minuut. 1 minuut. Come on. Hou elkaar bezig, 1 minuut. Kom op. Praat het van je af. Doe het op de beat. Beetje in die beat hangen. Oké, hou vol. 1 minuut van een hele training. Dat is niks, hè? Dat is niks. Stop. Zet door. Je zit er halverwege. Kijk hoe ver je kan komen in die secondes. Kom op. 30 seconden gehad. Je bent over die helft. Oké, en we gaan hierna vrij snel door naar die kettlebells. En we gaan intensiteit wat omhoog gooien. 15 seconden te gaan. Laatste 15. Laatste 15. Come on. Ja. 5. 4, 3, 2, 1, oké. En wat ik zeg, we gaan vrij snel door. Tempo gaat omhoog. Pak die kettlebell erbij. Het zijn er 12, oké? 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, kom op. 5, 6, 7, 8. 9, kom op, 10, 11, 12. Oké, tempo blijft hoog. We gaan meteen door naar die plank. Hou het tempo hoog. Ik ga het even zo doen voor jullie. Got it? 3, 2, 1, kom op. On fire met z'n allen. 1 minuut. That's it, that's all. Oh, deze voel je al sneller vanuit je vermoeidheid. Dus hou je techniek aan point. Wordt het te zwaar, dan ga je verder op je knieën of op je handen. Wat voor jou werkt. Maar je probeert een minuut in een plankpositie te staan, hè. En hierna komt weer die 12 kettlebell swings. Oké, hou vol. Half minuut gehad. Zet nog even door, kom op. Zet door. Jij bent niet de enige die het zwaar heeft, ik ook namelijk. Oeh. Ja, hou vast. 15 seconden te gaan. 15, 30, dan ben je er. Kom op, 10 seconden, hou vast. En daarna gaan we meteen door, hè. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Pak die kettlebell voor die 12 swings. Of doe een hip hinge zonder die kettlebell. 3, 2, 1, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hou vol. 8, 9, laatste 3. 1, 2, 3. Dat is hem, lekker. Oh. Oké dan. Slok water. Oh, sorry. Die heb ik niet uitgelegd zonder kettlebell. Sorry. Het is precies dezelfde beweging, behalve dat je dan niks vast hebt. Dus je doet letterlijk hetzelfde. Alleen je zwaait dan zonder gewicht. Al is het heel makkelijk om hierbij een tas te gebruiken. Kan prima. Ja? Dus je, als je het materiaal niet hebt, en ik geef niet direct een alternatief die er wat anders uitziet, precies dezelfde beweging maken zonder kettlebell, oké? Ja, go water. Oké, we zijn er bijna. Ik zei nog dat we een... gezondheid. Koekoek.
Ja, rugdagjes is top. Dat is perfect. Supergoed. Rugdagjes is super. En je kan hem ook... Ik weet niet hoe mensen dat doen altijd. Dat overgeven. Hoe doe je dat ook weer? Hey! What yo? Zo dus. Oh, cool. Oké, nou, je kan hem zo ook overgeven. Gruwelijk. Anyways, wij gaan door naar de finisher. En omdat jullie het zo goed hebben gedaan vandaag, gaan we burpees maken. En hoeveel burpees maken we? We doen 3 setjes van 10 burpees. Ja, dus. Ja, dat is op zich handig. Ik schuif even het bankje weg. Eén ding weet ik zeker. Ik krijg het mokerzwaar nu. Dus, shirk uit. Oké, 3 seconds van 10. Oké, maar we hebben rust tussendoor hoor, don't you worry. Ja, sorry Anouk, sorry Tam. Ja, hey, luister. Je moet wat doen, hè. Ik houd je van de straat, laat het uit. Nee, grapje, ik sta op de straat. Oké, genoeg gepraat. We gaan 10 burpees doen. Dan houden we rust, ik hou die rust bij. Het is elke keer hetzelfde. Dan doen we weer 10 burpees. We hebben dezelfde rust en 10 burpees. Ja. De volgende keer weer thuis. Ja, ik kan nu burpees doen, want ik heb geen onderburen. In mijn nieuwe huis heb ik natuurlijk meer onderburen, hè. Genoeg gepraat. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, hou op, kom. 6, 7, 8, 9, 10. Oké, rust gaat meteen aan. En je denkt, maar Ikaika, hoe lang hebben we dan rust? Ga ik lekker niet vertellen. Je hoort vanzelf wanneer we weer moeten. Ik tel af, don't you worry. Oké. Oké dan. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 10. Oké. Nog 1 set. Nog 1 set. Ik zeg het je, je bent er daarna vanaf. Ik kan even niet meer praten. Het is ook een keertje lekker. Ik zal mijn omgeving bevestigen. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 10. Waarom nou ik? Jeetje man. Dit is het. Wacht even hoor. Joh, die laatste set man. Die laatste set moest ik opstappen. Niet eens om springen. Oké. Oh. Nou. Ik denk dat we weer een goede workout hebben gehad.
Ja, ik ben ook kapot. In dat opzicht, Thijs, heb je gelijk. Beter doe ik de workout thuis, zodat ik niet kan springen. Dat bespaart voor mezelf ook een hoop. Anyways, ik ben blij dat jullie er weer bij waren. Wordt een prachtige dag vandaag. Kijk nog even of je naar buiten kan gaan. Ik hoop jullie hier snel te zien. Ik hoop het. En als je nog vragen hebt, kan altijd via de PWP Insta sturen. Kan altijd me naar mij sturen. Hey, ik vind het prima als jullie hier straks de volgende keer live bij zijn. Maar dat wordt wel een vroegertje, denk ik, volgende week hoor. Nou ja, keep you updated. Hou mijn Instagram ook even in de gaten waar ik ga trainen als je dat leuk lijkt. Jongens, jullie zijn echt baas. Dankjewel, tot volgende week. Bye bye.